Mooi, doe het zo. Het is altijd heel naar om zo'n microfoon vlak voor je lippen te houden. Dat is vreemd. Maar welkom allemaal. Ik zie een heleboel mensen. Ik zie kinderen, ouders. Jammer genoeg niet alle ouders, want er waren natuurlijk veel ouders ook aan het werk. Buurtgenoten, de wijkraad, teamleden, bestuursleden en een heleboel andere genodigden. Welkom. Kinderen, laten jullie horen hoe welkom ze zijn. We hebben heel goed geoefend. Nou, zullen we eens even laten horen. Hè? Welkom, welkom. Fijn dat je er bent. Gekomen bent, want dit is voor ons een hele belangrijke dag. Ik geef het woord aan meneer Henk Welp. Dankjewel. Fijn jongens en meisjes dat ze en dames en heren dat ik hier vanochtend ben uitgenodigd. Het is niet zo geweldig mooi weer, maar door dat warme lied wat net werd gezongen, dat voelt goed. Ik ben Henk Welp, Dalton-coördinator van de Nederlandse Dalton-vereniging in de provincie Groningen. En het verheugt mij zeer om hier vanochtend te zijn om wat cadeautjes aan de school te geven die ze wel verdiend hebben. Ik heb ook even een paar woorden op het papier geschreven, zodat ik daar even op kan spieken, want anders vergeet ik wat dingetjes natuurlijk. Hè. Nou, het is alweer een tijdje geleden dat hier een onderzoekscommissie op school is geweest. Dat was op 23 november 2010. En die heeft de school goed bekeken hoe de kinderen werkten, hoe de leerkrachten werkten. En ze waren er uitermate tevreden over, zeiden, nou, dit is echt geweldig. Wij geven aan ons hoofdbestuur, wat ook in Den Haag zit, geven wij het advies dat de Bisschop Beckerschool met ere de naam Dalton School kan gaan dragen. En dat is op 16 februari van dit jaar is dat bekrachtigd. En niet alleen dat je dus een goed rapportje bij. En de onderzoekscommissie die zei... Nou, de school die mag 5 jaar deze naam in elk geval dragen. En in die tussentijd hebben we ook nog een paar aanbevelingen voor de school. Zodat ze niet rustig achterover moeten gaan leunen, maar toch zeker daaraan moeten gaan werken. Er stond onder andere in dat het keuzewerk, dat moet wat functioneler en uitdagender zijn. En de instructie en de taken moeten ook wat nog uitdagender zijn. Maar het samenwerkingsaspect op de school, dat was geweldig, dat was prima. Dat hadden ze dan nog niet zo vaak gezien. Dus de commissie zegt, zet het allemaal eens even in een plan de komende 5 jaar. En dan zijn wij van mening dat die over 5 jaar nog steeds de eerste katholieke Dalton-school in de stad Groningen mag blijven. Daarnaast heb ik nog een boodschap voor ouders. En het is niet een grote school, maar ouders die kiezen toch vaak voor hun kinderen de allerbeste basisschool. En... ik heb hier een boekje en dat heet de Allerbeste Basisschool. En daar staat in waarom Dalton scholen in Nederland op dit moment... ...zo dat de onderwijsinspectie in Nederland van mening is dat de Dalton scholen er positief uitkomen... ...omdat er toch een goed evenwicht is tussen wat kinderen graag willen en wat de leerkrachten graag willen. En als je dat goed in evenwicht brengt, nou, dan heb je een heel aantrekkelijk onderwijsconcept. Daarom zijn er ook in Nederland bijna... En dat is geweldig. We staan er eigenlijk bovenaan wat betreft de traditionele Dalton-scholen in Groningen. Hebben we 31 en vandaag komt daar dus de Bisschop Beckerschool bij. We mogen daar als 80-jarige vereniging, want de vereniging bestaat 80 jaar in Nederland, daar mogen we best trots met elkaar op zijn. En vanaf vandaag... Bisschop Beckerschool, ook Dalton School. Ik wil dan ook met de uitreiking van de licentie die ik straks aan Juf Wally ga geven,
de school van harte feliciteren. De ouders, de kinderen, het bestuur. En jullie tevens heel veel succes wensen met de verdere ontwikkeling van jullie Dalton-concept. Dank u wel.